Hallo! Um, in dit filmpje laat ik de basis zien van Tunisch haken in het rond. Um, en degene die mij al wat langer volgen en misschien ook wel mee hebben gedaan met het haken van de buidel, die kennen dit al. Um, en toch maak ik dit filmpje want voor nieuwe mensen kan het nog onbekend zijn. En um, ik heb een aantal uh, tutorials en weer een uh, soort minikal in gedachten om te doen. En um, om te zorgen dat ik niet elke keer he, die basis hoef te herhalen, maak ik dit filmpje. En de link van dit filmpje komt dus ook onder de tutorials die over Tunis haken in het rond gaan. Als ik dan een bepaalde steek noem en je hebt dit filmpje gekeken, weet je waar ik het over heb en dan weet je ook um, hoe het in zijn werk gaat. Het voordeel is dan dat de tutorials gewoon wat um, compacter kunnen blijven en niet al te lang worden. En het scheelt jullie een hoop zoeken, want ik, ik kan zeggen van kijk naar deel zoveel uit mijn playlist van de buidel. <coughs> maar ja, dat geeft een hoop zoekwerk. En ik dacht als ik nou gewoon één basisfilmpje maak. He, met echt de basale dingen: wat heb je nodig? Hoe gaat het in je werk? Met de, de drie steken waar ik eigenlijk altijd mee werk, dan is het eigenlijk in één keer klaar. En dan kan dat onder elk filmpje een linkje. Dan hoef je daar maar op te klikken en dan heb je het zo gevonden. Of als je het een beetje vergeten bent. Nou ja, goed. Voor tunis haken in het rond heb je een dubbele haaknaald nodig. Nou heb je haaknaalden van allerlei merken waar je een kabel aan kan doen. En um, nou, als je daar twee van hebt en je doet aan elke kant van de kabels zo'n haaknaald, dan heb je in feite ook een dubbele haaknaald met een kabel ertussen. Er zijn ook connectors om twee van die haaknaalden direct aan elkaar te koppelen. Dan heb je een vrij lange dubbele haaknaald. Is ook een mogelijkheid. Maar waar ik heel graag mee werk is een korte dubbele haaknaald. Omdat je daarmee. Um, je moet dan wat vaker keren. Dat zul je straks wel uh, begrijpen. Maar omdat je daarmee elke omtrek kunt maken. En ik vind het nadeel van een lange dubbele naald. die je gekoppeld hebt. of uh, een naald, zeker met een kabel ertussen. vind ik dat, dat als je nog niet zoveel steken erop hebt. dan gaat dat zwabberen. En je moet elke keer je steken doorschuiven. Ik vind dat niet zo handig. Ik werk liever met een korte. Moet je wel wat vaker keren. Maar het is compact. Het is licht in je handen. en het is makkelijk. En je kunt daarmee elke grote maken die je wil. Alleen die korte dubbele haaknaalden, um, die zijn wel beperkt in mate. Ik Geloof deze is van Addi, die gebruik ik zelf heel graag, um, maar die gaan geloof ik maar tot zes. En werk je nou met wat dikker materiaal of wil je een heel luchtig resultaat, dan zul je soms dikkere haaknaald nodig hebben en die hebben ze dus van deze niet. En dan zou je inderdaad twee van die Naaldpunten met een connector aan elkaar kunnen maken. Want dat gaat geloof ik wel tot naald 8 of zo. Maar goed, ik werk nooit met heel dik haren. Dus nou ja goed. Ik gebruik dus zelf graag die van Abby. Uh, die zijn uh, voordelig in aanschaf, ze zijn niet zo heel duur. En uh, ik vind het zelf uh, prettig dat het ja, metaal is, dat is lekker glad. Ik vind dat fijn. <coughs> ze zijn vrij licht in gewicht. Vind ik ook heel prettig. Ik hoorde alleen van een aantal mensen die ze hadden aangeschaft en ermee hadden gewerkt, dat de opdruk uh, eraf sleed. Nou, ik heb dat zelf nog niet aan de hand gehad, maar um, ja, ik, nou merk ik wel, want ik heb verschillende en ik voel dat bij deze de opdruk er bovenop zit. Maar ik heb ook andere, namelijk dunnere. Oh nee, dat is ook een dikke. Dat is een andere opdruk. En uh, misschien dat daar verschil in zit. Ik weet het niet. Maar. Uh, ik weet het dus niet. Maar in ieder geval. Uh, ja, wat je zou kunnen doen. Is eventjes. Uh, vele hakers zullen wel een etuietje hebben. Met van die elastiekjes waar je het in kan. Nou, als je daar dan even de nummertjes bij schrijft. En je zoekt hem altijd goed op. Beter ook. Wat je ook kan doen. Als je dan geen nummer hebt. Want op zich is een nummer. Eigenlijk niet zo heel belangrijk, want de een haakt wat vaster, de ander wat losser. Dan wijkt het sowieso al af van wat een ander gebruikt of wat er in het patroon staat. Doorgaans gebruik je voor tunis haakwerk wel een ietsje dikkere naald dan wat op de wolwikkel staat aangegeven, maar ook dat is niet altijd het geval. Want als je iets wil maken wat heel stevig is. He, een mandje bijvoorbeeld, dan wil je het juist heel stevig hebben. Dus neem je misschien een dunnere naald. Dus zo'n nummer zegt niet zoveel. Wat je zou kunnen doen is als je zo'n haak hebt en je legt je draadje er zo in en je haakt. Als je uh, draadje uh, er goed in past, dan is dat doorgaans goed. Steekt het haakje nou wat meer uit, dan zou je een wat dunnere naald kunnen gebruiken. Komt de draad echt een beetje voorbij je haakje? Dat het dus zeg maar dikker is dan het, dan het gat wat het opvult. Dan moet je waarschijnlijk een dikkere naald nemen. Dus zo kun je dat uh, meten. Nou, je kan even een klein proeflapje maken van een paar steken. Kan je even beoordelen hoe het wordt. Weet je, en dan weet je het ook. Nou, ik gebruik dus heel graag deze. Maar er zijn er ook onder andere van pony, deze. Uh, van uh, hout of bamboe. Dat weegt bijna niks. Um, dat is heel fijn, omdat het ja, heel licht is. Het is warm aan je handen. Ik vind zelf wel een nadeel van deze pony: uh, dat die punten heel rond zijn. En dat kan soms bij insteken van je garen wat onhandig zijn. Nou maakt het ook uit wat je voor garen gebruikt. Bij dun garen en katoen is het echt fijn als je haaknaald wat puntiger is. Um, ik weet dat Nitpro, die. Um, Naaldpunten waar je kabels aan kunt doen. Die zijn heel puntig. Um, maar gebruik je dikker garen of wil je heel luchtig werken, dan is het niet zo erg als die rond is. Dus dit is ook een optie. Zijn ook niet zo duur. En hier heb ik zelfs nog een merkloze. Ik weet niet meer hoe ik eraan kom. Maar ze zijn vrij algemeen verkrijgbaar. Google even op dubbele haaknaald. Waar je wel op moet letten. Want um, ik zag onlangs dat Nitpro een hele set heeft. Ik vond ze trouwens ontzettend duur. tegen de 50 euro dan heb je vijf dubbele haaknaalden. Ik vind dat een hoop geld, een tientje per haaknaald. Um, maar daar zag ik dat de ene punt bijvoorbeeld nummer drie is en de andere 3,5. Ja, kan je hele creatieve dingen mee doen, maar als je gelijkmatig wil tunis haak in het rond, raad ik dat dus niet aan. Dus um, bijvoorbeeld pony. Of van Nip Pro of een ander merk. Van die haaknaalden voor een kabel met een connector. Of de Addi. En die pak ik nu. Um, ik heb hier twee kleuren um, Royal van de Zeeman. Doorgaans uh, brei of haak je dat op uh, naalden tussen de 4 en de 5,5. Ik heb hier een haaknaald 5. Het leuke trouwens van Tunis haken in het rond. Dat heb ik nog niet verteld, want waarom zou je dat in het rond doen? Um, is dat je uh, kleuren kunt combineren op een manier die bij heen en weer haken niet mogelijk is. En dat biedt heel veel mogelijkheden. Nou, wat laat ik jullie vandaag zien: hoe je opzet en sluit in het rond, hoe je dat kunt doen. Uh, hoe je vervolgens de basissteek haakt. En dan heb ik nog twee variaties: een breisteek, een soort tricot En een. Ribbeltjes steek en dat is eigenlijk vergelijkbaar om te zien met um, ribbeltjes breiwerk, een afrechte steek noem ik het dan maar. Um, dus die laat ik jullie zien en in me, uh, de tutorials die over uh, tunis haken in het rond gaan, die nog gaan komen, worden eigenlijk alleen maar de steken gebruikt die ik hier laat zien en je zult ervaren. Als je het tenminste leuk vindt om ze te kijken euh, of eventueel mee te doen, dan zul je zien dat met die paar steken, die drie die ik nu laat zien, dat daar oneindig veel mogelijkheden mee te maken zijn. Dus vandaar dit basisfilmpje. Nou, genoeg gekletst, ik ga... We beginnen met uh, opzetten van een ketting lossen. En de bedoeling is dat we in de achterste bubbeltjes van die lossen gaan haken. Zodat je een randje van veetjes krijgt. Ik heb net een mandarijn zitten eten. Nou, let niet op het oranje op mijn nagel. Dat is van de mandarijn. Um, dat we in de achterste bubbeltjes gaan uh, haken. En daarvoor is het wel belangrijk dat die bubbeltjes een beetje ruim zijn. Dus ik maak een beginlusje. En... Um, ik haak mijn lossen dan altijd zo, dat um, als ik, ik sla om en dan hou ik het vlak onder de haaknaald, haal ik, hou ik die draad waar ik mee werk, hou ik vast. Als ik hem dan doorhaal, kan ik nooit dat lusje te strak trekken en dan heb ik een mooi ruim bubbeltje. Dat is heel handig, want dan kan je ze straks makkelijk terugvinden. Dus ik heb nu een losse gehaakt. Dus ik sla om, ik hou het vlak onder mijn haaknaald vast en ik haal door. En zo haak ik, nou wat zal ik doen, 30 lossen. Zo, het is maar voor een uh, proefje. Um, het is natuurlijk afhankelijk wat je maakt. Hè. Ik maak nu iets kleins. En uh, nou, ik haak dus een ketting lossen. Ik moet heel erg uh, wennen om uh, hakend door mijn schermpje te kijken. Omdat dat wat ik zie is een fractie van een seconde trager dan wat ik doe. En dan moet ik echt even aan wennen. Maar goed, als ik het vaker doe, dan. Uh... Dus ik hou steeds goed vast. En dan heb ik hele mooie. Ruime bubbeltjes. Hier zit het veetje. Hier zitten de bubbeltjes. Dus draadje wat groter trekken. Nou, zo ongeveer. Ik heb ze niet geteld, maar goed. Nu kan je op twee manieren um, verder gaan. Je kan hem nu sluiten in het rond. <coughs> ik wil dus door die achterste bubbeltjes, hier door deze bubbeltjes, wil ik mijn me, me lussen gaan ophalen. Ik kan hem in het rond leggen, dus daarvoor laat ik het door mijn vingers gaan, zodat ik zeker weet dat er geen draai in zit. En ik keer hem naar de andere kant. En in deze eerste lus steek ik in. En ik haal een lus op. En die haal ik meteen door. Nu heb ik mijn eerste steek. Als je bijvoorbeeld 30 steken nodig hebt. Dan haak je 29 lossen. Want met het doorhalen heb je er altijd al eentje op je eh, naald. En eh, nou, de volgende 29 volgen dan. nou En zo ga ik door die achterste bubbeltjes. Ga ik de rest van mijn lussen ophalen. En dan zul je merken dat eh, op een gegeven moment er zoveel lussen op je naald staan. Dat je het niet zo makkelijk meer verder kunt, omdat ik neem hier steeds lussen op, die komen op de naald, dus dat wat los blijft, wordt steeds korter en op een gegeven moment kan je dan bijna niet meer verder. En dat is dan het moment om om te keren en met de tweede kleur te gaan doorhalen. Even kijken waar die nou zit. Hier. Doe ik het nou goed? Ja, ik doe het goed. Ik moet even buiten me. Ja. <krijg> en zo haal ik door. Ik doe dat op mijn gemakje. Die eerste toer is altijd even het lastigst. Als je die eenmaal gedaan hebt. Dan uh, gaat de rest bijna vanzelf. Zo, nu heb ik een aantal steken gemaakt: aantal lussen. Dit is nog leeg. Dat doen we straks, want ik ga nu eerst met de tweede kleur vanaf deze kant ophalen dus vanaf de andere kant hier zit mijn werkdraad dus en het ophalen doe ik dus vanaf de andere kant dan ga je naar je werkdraad toe Hier keer ik mijn werk ik pak mijn tweede kleurtje draad oh, ik wil mijn telefoon laten staan ik pak mijn tweede kleurtje draad ik laat een draadje hangen dat werken we later weg. Ik leg dat draadje in mijn haaknaald en ik haal hem door het eerste lusje heen. Zo, dat is mijn eerste steek. Dit draadje laat ik verder hangen. En net als bij gewoon tunisch haken, doe je steeds omslaan en door twee. Omslaan. En door twee lussen halen. En het voordeel van het tunis in het rond met twee kleuren is dat je dat heel makkelijk kunt zien, want je haalt altijd door twee verschillende kleurtjes heen. Dan weet je altijd dat je het goed doet. Dus omslaan en dan door kleur A en B heen. En dat doe je totdat je nog drie lussen op je naald over hebt. Je laat altijd een paar lussen op je naald staan. Als ik dit namelijk helemaal op zou haken en ik ga weer terugkeren en ik ga met deze draad weer verder haken, dan trek ik, als die niet op mijn naald zou zitten, trek ik deze lus heel strak. En dan krijg je dus onregelmatig werk. En bij een toer later krijg je problemen, want dan is het lusje zo klein dat je niet kunt insteken. Dus dat is de reden. Om de spanning gelijkmatig te houden, dat je altijd in ieder geval drie steken op je naald laat staan. Nou, dat heb ik nu. En nu keer ik weer terug. Um, zo. Het keren van je naald. Als ik aan de goede kant van mijn werk zit, zoals nu, ik ga nu weer lussen ophalen. Als ik lussen heb opgehaald en ik wil gaan doorhalen, dan keer ik hem. Zo om de ene kant op. Heb ik dan de lussen doorgehaald, dan keer ik hem weer terug. Het voordeel daarvan is dat je twee kleuren, je draden, niet in elkaar gaan draaien. Nou, ik ga nu weer een aantal bubbeltjes ophalen. Tot ik er weer een stelletje op mijn naald heb. En het is een beetje. Um, nou ja, tot je voelt dat je niet heel veel verder meer kan. Ik zou niet zo ver doorgaan uh, dat de, de onderkant dat het echt helemaal strak staat. Want dat haakt gewoon niet lekker. Bovendien komt er dan ook weer te veel spanning op je draad. Waardoor je onregelmatig werk krijgt. Je hoort af en toe hoesten op de achtergrond. Dat is Silke, die is een beetje ziek. Nou, je hoort aan mij ook wel dat ik uh, verkouden ben. Wij zijn allemaal ziek of ziek geweest, of onderweg, of nou ja, het is, dat is ook overdreven. We zijn allemaal een beetje ziek geweest, grieperig, uh, verkouden, koortsig, noem het allemaal maar op. En, uh, nou, Silke heeft het nu dus ook te pakken. Dus, dat hoor je af en toe, kun je weinig aan doen. Nou, ik heb nu weer een stelletje op mijn naald, dus ik keer mijn werk. Ik pak mijn tweede werkdraad en ik ga weer doorhalen. Soms als er wat spanning op staat, dan is dit wat groter getrokken. Trek je hem even aan, omslaan door twee, omslaan door twee, omslaan door twee. Ik ben nu dus de opzet toer aan het maken en die laat ik meteen vervolgen door de Tunische basissteek. Als je wel eens gewoon heen en weer tunis gehaakt hebt, dan ken je die waarschijnlijk wel. En die is in het rond niet anders. Nou, ik heb nog drie lussen van kleur A. Dus ik keer weer terug. Kijk, zie je? En mijn draden blijven dus uit elkaar. Draai je niet in elkaar. Ik heb dus altijd wat lussen van de um, heengaande toer op mijn naald. En altijd één lusje in de garen van mijn doorhaaltoer, zou ik maar zeggen, de teruggaande toer. Nou, ik ben bijna rond, zie je wel. Dus de laatste paar bubbeltjes nog. Die laatste moet je soms een beetje zoeken. Even kijken, zit er nog eentje? Even dit draadje naar achter leggen. Even spieken. Ik heb er nog één hier. Volgens mij klopt dat? Ja, ik heb nog één bubbeltje. Kijk, hier zit het veetje daarvan. En hier zit dat bubbeltje. Dus die pak ik op. Nu ben ik rond en uh, dat eerste steekje heeft altijd een beetje de neiging om te verstoppen, maar dat is die dus waar mijn um, doorhaaldraad uitkomt. Dat is de eerste steek en het is handig om daar later eventjes een markeertje in te doen die je naar boven toe steeds meeneemt omdat uh, nu kan je nog aan het begindraadje zien waar je begin, eerste steek van de toer zit. Maar naarmate je werk hoger wordt, wordt dat lastiger terug te vinden. Dus ik raad je zeker aan om even zo'n markeertje erin te doen. Nou, ik ga weer keren. En ik haak weer tot op drie lussen na haal ik mijn steken door. Dus omslaan door twee. En ik laat die laatste drie lussen op mijn naald staan. Ik draai mijn naald weer terug. En nu ga ik. Je haakt dat dus altijd tunis haakwerk in een spiraal. Ik ga dus gewoon verder. En ik ga nu in mijn eerste steek steken. En dat is deze. Deze. Ik leg wel eerst even mijn draadje in de tweede kleur naar achter. zodat hij niet in de weg zit. Dit is dus mijn eerste steek. Die is in het begin een beetje lastig te vinden, omdat het de begintoer is, maar als je even een beetje het zo uit elkaar haalt, je kijkt goed waar je doorhaaldraadje begint, dan vind je hem wel. Nou, de Tunische basissteek. Ik steek gewoon dwars door dit balkje heen. Je ziet die verticale balkjes, deze ligt een beetje scheef, maar... Die recht opstaande balkjes, daar steek je je naald doorheen, maar je steekt dus niet door het werk zelf. Je gaat dus niet naar achter of zo. Je steekt gewoon als je linkshandig bent van links naar rechts en als je rechtshandig bent van rechts naar links. Kortom, je steekt door je lus heen in de richting waarin je haakt. En hij wijst die kant op, dus die kant op steek je hem ook door dat lusje heen. En je gaat dus niet door je werk je naald blijft dus voor je werk. Ik sla om en ik haal door. Dit is mijn eerste steek van de tweede toer. Nou, vanaf nu wordt het makkelijk, want dan kan je goed zien wat je doet. Dus in de richting waarin ik haak, dus waar je naald heen wijst, doe je hem onder het lusje door, maar je naald blijft voor het werk. Ik sla om en ik haal een lus op. Dat is twee. Insteken, draad ophalen, lus ophalen. 3. En zo ga ik door tot ik een aantal steken op mijn naald heb en ik ga voelen van, hou oh, dit, uh, de resterende steken wordt, dat wordt een beetje krap. En nog voordat het echt strak gaat staan, ga je keren om door te halen. En dat doorhalen, straks na het keren, dat is eigenlijk altijd hetzelfde. Dat verandert nooit. De heengaande toer kun je variëren, afhankelijk van de steek die je maakt, dat zul je ook verderop in dit filmpje zul je dat zien. Maar dat doorhalen is eigenlijk altijd hetzelfde. Heel af en toe als je met doorhalen gaat minderen bijvoorbeeld, dat je er een paar tegelijk doorhaalt, dat kan soms. Maar verder is dat eigenlijk altijd gelijk. Nou, nu gaat het een beetje strak staan, dus ik keer mijn werk en ik ga weer even doorhalen tot ik nog drie lussen op mijn naald heb, of eigenlijk vier. Drie in kleur A en eentje in kleur B. Deze drie steken die zijn nog van de vorige toer. Omslaan door twee. Kijk, hier begint mijn nieuwe toer. En aan de andere kant kan je dat goed zien. Nou, ik haak dus weer verder tot ik nog drie lussen van mijn eerste kleur op de naald heb. En nu draai ik mijn naald weer terug. En kan ik verder met lussen ophalen. Um, in het begin zul je zien ja, dat het nog een beetje in elkaar gaat zitten. Dat komt vanzelf goed. Dit werk heeft vaak de neiging om te krullen. Dat hoort bij dit werk. Um, dat verschilt per garen. Zie je gewoon eromheen door. Gewoon zo van. In de richting waarin je haakt. En je naald blijft altijd. Bovenop je werk. Dus aan de voorkant. Um, als je vrij strak. Ah, ik heb nu, naar verhouding, toch een vrij uh, dunne naald voor dit garen. Bij dit werk. Dan wordt het een beetje stevig. Dan zal het wat minder snel omkrullen. Dan wanneer je een wat dikkere naald zou gebruiken. En dat omkrullen, jou, ja, hoort gewoon bij dat werk. En dat kan je ook oplossen weer door er een randje langs te haken. Van bijvoorbeeld halve vaste. En daarvoor is het ook heel fijn dat je die veetjes aan de onderkant hebt. Um, ook om het op een andere manier af te werken. Als je er nog wat mee wilt doen, is het heel handig om zo'n veetjesrandje te hebben. Wat ik nog niet verteld heb: ik heb nu een vrij klein rondje. En dat is heel makkelijk om die ketting te tot een ring te sluiten en dan die bubbeltjes op te halen. Maak je nou iets groots, heb bijvoorbeeld een flinke tas of iets dergelijks, dan loop je het risico bij een lange ketting dat die toch gedraaid gaat zitten als je hem sluit. Nou, dat los ik dan op door um, nog niet in het rond te sluiten, maar eerst lussen op te halen en met de tweede kleur door te halen tot de toer helemaal uit is en hem dan pas dus eigenlijk pas bij het begin van de tweede toer te sluiten. Uh, dat kan je later, kan je dat netjes wegwerken. Daar zie je later bijna niks meer van, maar dat werkt dan beter. Dan weet je zeker dat het niet gedraaid gaat zitten. Of dan kun je in ieder geval beter zien wat je doet. Ik ben nu, ik heb nog één steek en dan ben ik aan het eind. Van mijn toer. Kijk, maar hier begint de nieuwe toer. Dus daar doe ik even een markeretje in. Dat doe ik niet in de steek waar ik straks in moet steken, maar één eronder. Maar dan weet ik, hier begint mijn toer steeds. Nou, ik haal ze weer even door. Tot op drie steken. Nou, Dan kun je een beetje zien hoe dat eruit ziet. Zo, nou keer ik weer terug. En nu weet ik dus dat dit mijn eerste steek van de nieuwe toer is. Je haakt dus in spiralen. Nu zul je uh, aan de onderkant hè, heb je dan een heel klein verschilletje. Maar als je dat later afwerkt, dan zie je daar niets meer van. Nou, ik haak nog een paar rondjes door. En dan kom ik zo weer terug, want dan kun je zien hoe dat eruit ziet. Nou, zo ziet het er dus na een paar toertjes haken uit. Dit is de tunnische basissteek. Dus dwars door het verticale balkje heen, van links naar rechts of van, links naar re van rechts naar links. Draad ophalen en de lus op de naald laten staan. Ik heb nu uh, vier toeren gemaakt. En hier zit mijn markeerde, dus hier zou toer 5 beginnen. Nou, ik kom zo weer even terug en dan laat ik de eerste variatie zien. De breisteek, Tunische breisteek. Nou, ik ben even van uh, statief gewisseld, zodat je van goed dichtbij kunt zien wat ik doe. We gaan nu de Tunische breisteek haken. Deden we eerst gewoon dwars door dat lusje, hè? gewoon terwijl je naald boven de, je werk blijft. Nu steken we door het lusje, maar meteen ook naar achter. Dus er doorheen en dan tussen die twee, hè, tussen die waar je in zit en de volgende, naar achter. Dus helemaal door je werk heen. Dan haal je je draad op, je haalt hem naar voren en door het balkje heen en je hebt een lus opgehaald. En dan krijg je hier dus een V'tje. Dus door je balkje. En meteen daarachter. He, daarnaast naar achter door je werk heen. Lus ophalen. Door je werk terug en door het balkje heen. Dat is 2. Dus door je lus. En meteen naar achter. Draad ophalen. En doorhalen. 3. 4. Dus door het balkje, meteen naar achter. En door je werk en het lusje halen. Nou, op een gegeven moment krijg je daar handigheid in. En lukt dat om het in één keer te doen? He, dus insteken er doorheen. En ook in één keer door je werk en het lusje heen. Dat is de Tunische breisteek. En je ziet dus ook nu al die veetjes. En je ziet ook dat die roze kleur. Achter verdwijnt, dan krijg je ook een ribbeltje. Zie je dat? Nou, ik doe nog een paar steekjes en dan ga ik doorhalen. Dus door je werk heen en ophalen. Door de lus en je werk heen ophalen. Nou, ik heb er nu een aantal gemaakt. Nu kan je ook goed weer zien, hier zit mijn markeerder, dus dit is mijn eerste steek en die drie die hier zitten, die horen nog bij de vorige toer. Dus die breisteek die begint ook pas hier. Als je ook voor een patroon moet tellen, begin je ook hier met tellen. Um, je haakt dus eigenlijk in een spiraal. Je hebt altijd dus een overgangetje zitten. Van de ene naar de volgende toer. De, bij de ene steek is dat wat meer zichtbaar dan bij de ander. Doe je continu dezelfde steek, dan zie je dat niet. Maar als je wisselt van steek, zoals hier, dat ik nu een andere steek ga maken, dan zie je daar dus een overgangetje. Dat heb je altijd, dat voorkom je ook niet. En dat geeft ook niet, want um, als je dat bijvoorbeeld hè, op middenachter doet of aan een zijkant laat vallen, dan valt dat helemaal niet op. Dus uh, ja, dat hoort nou eenmaal. Dus net als bij breien in het rond, hè, zie je ook soms een beetje een overgangetje. Dat heb je nou eenmaal als je in het rond werkt. Maar denk dus niet dat je het fout doet. Dat hoort gewoon zo. Nou, ik keer weer mijn werk om door te halen. Dus ik trek hem weer even strak. Hè. Die lus gaat altijd los zitten, hè, die draad. Dus je trekt hem even strak. En ik haal weer, dat is niet hetzelfde dat doorhalen. Of dat is niet anders dat doorhalen is altijd hetzelfde. Dus gewoon omslaan door 2. Omslaan door 2. Tenzij je lussen samen door moet halen ofzo. Maar doorgaans is dat doorhaaltoer gewoon altijd hetzelfde. Ik haal ze dus weer door totdat ik nog drie lussen op mijn naald heb. Dat heb ik nu. En dan keer ik weer terug. En dan ga ik weer verder met mijn breisteek. Dus dwars er doorheen naar achteren steken en de lus ophalen. Nou, mocht je meedoen, haak even een paar rotjes om te oefenen. Dan doe ik dat ook. En dan laat ik zo weer even zien hoe dat er dan uitziet. Nou, ik heb nu vier toeren breisteek gehaakt en nu gaan we de ja, ik noem hem maar de averechte breisteek, of zo ribbeltje steek. ik weet eigenlijk helemaal niet of die een naam heeft, zal heus wel. Uh, voordat ik die ga doen, wat je wel moet weten, ik heb nu vier toeren gehaakt in die breisteek, maar die bovenste, omdat dat werk in elkaar grijpt, he, je steekt altijd wat lager in bij werk, gaat die vierde toer breisteek gaat verdwijnen, die, dat wordt, die gaat in de nieuwe steek komen. En ik kan je dat hier ook laten zien. Ik had vier toeren basissteek, daar zijn er nog drie van over, want die vierde, he, die bovenop zat, dus dit, die is in de nieuwe steek gebreid. Nou maakt dat met zo'n broddellapje niet zoveel uit, maar als je echt een bepaald aantal toeren in een bepaalde steek wil hebben, dan moet je dus één toer extra haken in die steek. En eh, nou, we gaan zo ribbeltjes haken. Stel je haakt een patroontje in en je wil dat tussen twee toeren ribbeltjes hebben. Dan moet je als je dan je patroontje klaar hebt en je sluit hem af met een toer ribbeltjes en je wil dat dat blijft zien. Dan moet je dus een tweede toer ribbeltjes haken. Want als je dan weer op een bijvoorbeeld een basissteek of zo overgaat, dan blijft er één ribbeltje over. Dus dat is wel iets wat je moet onthouden. Ik heb me daar al een paar keer in vergist. Dat moet je wel onthouden. De ribbeltjessteek. Dat is de derde Zeg maar, basissteek. En als je die drie kent, dan kun je uh, alle tutorials die er tot nu toe op staan en die nog gaan komen van Tunis Haken in het Rond, voorlopig, kun je die allemaal volgen. Als je deze drie steken kent, dan heb je genoeg um, basis, zeg maar, om uh, alle tutorials makkelijk te kunnen volgen, zonder dat ik ze stap voor stap hoef voor te doen. Nou, de ribbeltjessteek. Hoe gaat die? Als je kijkt naar hoe zo'n steek in elkaar zit, hè, dan zie je zo'n balkje aan de voorkant. Maar zo'nzelfde balkje zie je ook aan de achterkant. Dus bij al die steken is dat. Of je nou de basis of de brei steekt, dat maakt niet uit. Je ziet altijd aan de achterkant ook een balkje. En die gaan we nu gebruiken voor die ribbeltjessteek. En dan zul je zien dat dat roze, die ribbeltjes, die bubbeltjes die je hier ziet, naar voren gaan vallen. En dat geeft dan eigenlijk een beetje het ribbeltje wat je hier ziet. Nou, het lijkt ingewikkeld, maar dat valt reuze mee. Je steekt dus niet hierin, maar je, je gaat naar boven, door naar de achterkant en dan pak je hem dus aan de achterkant. En je naald blijft ook achter je werk. Je gaat er niet doorheen. Kijk, en je ziet al dat dat roze bubbeltje al voor je naald gaat zitten. Zie je dat? je hebt hem dus eigenlijk van de achterkant erop gehaald dus hoe vind je hem nou je volgt gewoon het balkje naar boven toe naar achter het bubbeltje en daar pak je hem op en dan gewoon net zoals je bij de basissteek doet gewoon er doorheen alleen in dit geval niet aan de voorkant maar aan de achterkant van je werk en ik pak mijn draad en ik haal een lus op ook weer hier je kan het een beetje zo vasthouden, pak je de volgende en je blijft dus boven je werk en je pakt een draad op. En zo ga je dus door. Ik zal even een paar doen en laat ik het even zien hoe dat er dan uitziet. Kijk. Je krijgt dus nu ribbeltjes aan de voorkant. Is leuk, hè? Nou, ik heb het nu toch zo in mijn handen. Dus ik ga maar even keren en uh, doorhalen. Ik heb hier nog die drie lusjes van de vorige toer. Hè? Dus omslaan. Door twee. En ik haak weer door tot ik nog drie lussen op mijn naald heb staan. Dat is nu. En dan draai ik weer even terug. Nou, zo ziet dat er dan uit. En bij de toer hierna is het ook een kwestie van omdraaien en gewoon aan de achterkant de lusjes pakken. Je hebt dan wel wat meer ruimte. Kijk, zie je? Dan wordt het makkelijker. Dus. Je draait je werk naar je toe en je steekt gewoon aan de achterkant dwars er doorheen en je naald blijft ook in dit geval boven je werk. Je steekt alleen maar door het lusje, gewoon in de richting waarin je haakt, niks bijzonders. Alleen maar door het lusje en je gaat dus niet door je hele werk heen. Dat is alles. Nou, ik haak nog eventjes een paar ribbeltjes verder, dan kan je zien hoe dat er aan de voorkant uitziet. Ben ik zo wit terug. Nou, zo ziet dat er dus uit. Ik heb drie toertjes gehaakt nu. Nu, met deze drie basissteken, kan je eigenlijk de tutorials allemaal doen. Dan kan ik die wat korter houden, hoef ik alleen maar te zeggen, zoveel keer ribbeltjes steken, zoveel keer basissteken, dan weet je waar ik het over heb. Dus um, ja, makkelijk voor de basis. Uh, er staan al een paar uh, tutorials. Er staat een minical van een buideltje uh, op mijn kanaal. Kijk even in mijn playlist um, Tunis haken. Ik heb uh, een playlist voor linkshandig en voor rechtshandig. Net als dit filmpje. Daar stop ik alle tut uh, tutorials in die uh, over Tunis haken in het rond gaan. Um, dus kijk even in die playlist Tunis haken. Uh, daar vind je een minikal van een buideltje. En nog een andere tutorial van weer een ander buideltje. Waarin deze steken ook op verschillende manieren toegepast worden. Dus heb je dat nog niet gedaan? Dan, uh, en je vindt het leuk. Kijk daar eens naar. Misschien vind je het leuk om ook zo'n buideltje te maken. En zeer binnenkort um, verschijnen er nieuwe tutorials. En ik heb ook een uh, nieuwe minikal in de maak. Om nog meer variaties met deze steken uh, te kunnen maken. Dus uh, hou mijn kanaal in de gaten, zou ik zeggen. En uh, dan uh, hoop ik je een volgende keer te zien. Bedankt voor het kijken. Doeg!